Okie dokie. Tijd voor de Daily Challenge van vandaag. We zullen eens zien wat het gaat brengen. Ik bedacht me net dat we al een hele tijd geen Rusland meer gehad hebben. Niet dat ik nou verlegen zit om Rusland. Nee. Dat hoeft echt niet. Nee, Rusland, nee, dank je. We zullen zien dat het allemaal Rusland gaat. Nou is dit geen Rusland hoor. Ik zou eerder zeggen dat dit... dan moet ik niks gaan zeggen eigenlijk, want net zoals gisteren, als ik dingen wilde gaan zeggen, dan bleek ze uiteindelijk niet bewaard te zijn. Dus ik denk dat dit misschien een land is waar ze aan de linkerkant van de weg rijden. Mijn vraag alleen dan is dit dan Zuid-Afrika of is dit Australië? Voorlopig heb ik nog geen echte aanwijzingen gezien waar het zou zijn. Maar als ik een gok zou... Oh, hallo gok. Dank je. Want dat helpt wel heel erg, zeg maar. Dat is gewoon ontzettend Zuid-Afrika, zullen we maar zeggen. Oké, de N8. Even kijken of als we inzoomen of we hem vinden, de N8. 9, 12, 1, wat we sowieso even plaatsen, 7. 7, 14, 10, 8, 8. Dit is Kropolsjoep. En dat is Griek was dat. Nou. Als we in het midden zitten, dan zou ik me heel weinig verbazen als we hier zitten. Eerlijk gezegd. Even kijken. Tenzij, wacht, we gaan zo, het noorden ligt daar. Dit is die weg, dus dan zou het deze zijn? Ja, afhankelijk van natuurlijk kleinere weggetjes die tussen zitten. Deze zou het ook nog wel... Wacht, want er staat daar nog een bord. Kougas. Zal eens even kijken of dit naar Kougas leidt. Of dat ik wellicht deze moet hebben. Deze zou ook nog wel kunnen. Deze zou kunnen. Nou, zover zal koeg als deze. Dus het is deze. Dat kan niet anders. Ik kom daar vandaan. Dus, oh, helaas. Tijd was om. Ik stond op die plaats, maar daar ben ik natuurlijk niet begonnen. Dus, oh, wauw. Serieus? Was ik van de andere kant afgekomen? Dat had ik dus gewoon helemaal niet door. Dat ik van, mazzeltjes, zullen we maar zeggen dan. Next round, please. Dit kan wel weer een land zijn waar ze eventueel links rijden. Ik ben nog niet 100% zeker. Daarvoor gaan we voorzichtig wachten. Want dit kan ook. Ja, zie je. Road closed. Dit zou wel licht Engeland kunnen zijn. Wellicht. Dus ik hoop dat ik ergens daarvoor een aanwijzing krijg. Voorlopig zijn de aanwijzingen extreem miniem. Maar goed, dat hoeft niet veel te zijn, want net zoals net in Zuid-Afrika kwam die aanwijzing ook aangerold in de vorm van een bordje. Dus wie weet komt het er wel weer aangerold in de vorm van een bordje. Dit is inderdaad de bevestiging dat het in
Engeland is. En ga jij me misschien vertellen waar? Ja, vast wel, maar blinde vlek. Oh. Hallo. By Lincoln. Nou, dan moet ik maar aan één ding denken als ik in Engeland zit. En dat is. Zit het hier in Lincolnshire? Hallo? En dit. Oh, en dit is Lincoln zelf. Zou John Burton by Lincoln hier in de buurt zitten? Ik dacht echt van, oh, dat zal wel hier zitten in dit gebied, maar schijnbaar. Zullen we gewoon kijken of er een Burton by Lincoln bestaat? Want dat zou logisch zijn. Oké. Nou, dan zou ik zeggen, want ik ga natuurlijk naar het. Kom vanuit het oosten, dus dan zou dat hier zijn, denk ik wel echt. Of zou het wel ietsje. Natuurlijk wel een bochtje gehad. Zou het dan zijn dat ik. Nogmaals, ik laat hem liever in Lincoln, Burton by Lincoln staan. Tenminste, ik ga ervan uit dat dit Burton by Lincoln dan is. Misschien heb ik het wel helemaal mis dat er nog iets anders in de buurt zit. We zullen het zien. Ik laat hem liever daar staan dat ik zekere puntjes pak. Ja. Ik had het kunnen wagen. Ik had hem inderdaad hier willen wegzetten. Maar eerlijk, ik had hem hier willen wegzetten. Ik denk dan dat misschien twee extra puntjes had opgeleverd. Dus dat gaan we niet. Oké, nou. Dit ziet eruit als een plaats in de bergen. Oh nee, echt waar? Dat had ik nu niet verwacht. Ik dacht dat dit een woestijn was. Ja, nee. Dat, zo erg is het dan ook weer niet. Ik had hem in eerste instantie in Italië willen wegzetten. Maar mijn. Ja, kijk, dat bedoel ik maar. Dat is namelijk niet Italiaans. Maar wat is het wel dan? Ha. Nou, met zo'n weg en dan een plaats daarnaast kan ik me bijna niet voorstellen dat dit niet op een of andere manier een. Het is een grote plaats, dit hoor. Dit. Dan zou je denken dat je uiteindelijk toch wel een aanwijzing krijgt waar dit is. Hallo, zoiets als dit bijvoorbeeld. Zoiets als dit bijvoorbeeld, inderdaad. En dan misschien met een plaatsnaam erbij. Dat zou echt helemaal fijn zijn. Het is Frans. Nou, weet je wat? Het feit dat ik dacht dat het bij de Italiaanse, bij Italië was. Dan zet ik hem gewoon lekker daar bij de Italiaanse grens weg. Kijk, en misschien dat dat bord me ook nog een beetje helpt. Hallo? Nee. Oké, Le Village. Le Virage. Helaas, ik dacht heel even dat het misschien een hulpje zou zijn van welke stad dat dit was. Maar ik ben bang dat dit. Heel weinig informatie gaat opleveren, zo. Dit misschien wel. Reserve à la clientèle. Oké, ja, nee, dat. Zal ik hem een klein beetje meer naar die kant toeschuiven? Omdat het er ook wel wat Frans tussen zit. Nee, ja, ik weet dat Frans een van de talen in. Zwitserland is, maar tegelijkertijd. Zou je ook denken dat als het echt
Als het inderdaad. Ik weet dat ze sowieso meer richting. Nou, oké. Okay. Ik wou zeggen, omdat het. Kijk, als je hier gaat kijken, dan zit ze al veel meer in het Duits ook. En deze kant is veel meer Frans, met Lausanne en Genève en zo, noem maar op. En hier heb je dan natuurlijk Zurich, St. Gallen, Schaffhausen. Daarom zat ik hier te denken. Ik ben blij dat deze keer een keer mijn ingeving wel goed is. Hallo. Zeg, jullie geef ik me vandaag wel op een presenteerblaadje aan, zeg. Tenminste, bijna allemaal. Izmir. Waar zit dat ook alweer? Izmir. Hier zit Izmir. Even kijken. Dat is. Dit is Kula. Dus dan ga ik ervan uit dat dit wellicht. Oké, okay, dank je. Esme? Want dit is een andere letter. Ik weet geen. Oh. Nou, oké. Oké. Heb ik hier vandaan een. Ik zoek eigenlijk tot kleinere plaatje. Het zal er niet heel ver vandaan zitten, gok ik. Even kijken, dan kan ik daar terechtkomen wellicht. Dat zou wel fijn zijn. Hallo, dank je. Maar ik zat er echt recht onder. Dit is een leuke ronde voorlopig, moet ik zeggen. Oesoek, ja. Even kijken. Ik draai een beetje naar de achteren. Dan denk ik dat ik wellicht een wegnummer te pakken krijg. 4535. Oké. Okay. Het is inderdaad deze weg. Nou, wat ik zeg, waar ik eigenlijk echt naar op zoek ben, is dat Cugné. Of hoe je het ook uitspreekt. Ik denk dat het Cugné is hoor, hoe je het uitspreekt, maar. Wacht, de D300 is ook die kant op. Dus, wacht, Oesak is ook nog die kant op. Dat is interessant. Nee, dat is de andere kant waar ik net vandaan kom. Dus, daar is Cugné. Ja, dus ik zou zeggen dat ik dan hier ben. Denk ik. En dan stond ik. Ik stond gericht richting. Ik denk dat ik hier stond. Want dit is die afslag. En daar ga ik naartoe dan denk ik. Dus ja dan denk ik dat ik hier sta. Misschien wel een straat verder. Oh ja. Een straat verder. Maar goed nogmaals. Het gaat verlopen. Gaat het best schoolgoed. Moet ik eerlijk zeggen. Oh, thank you, dankjewel. Voor deze mooie afsluiting. Oh no. Al wil ik eigenlijk eerlijk gezegd niet zeggen dat dit per definitie Rusland is. Ik denk het wel. Maar ik denk eerlijk gezegd. Als ik dit zie. Dat ik het wellicht in een bepaald gedeelte van Rusland moet gaan zoeken. Denk ik. Het probleem alleen is, als het dat wel is. Dan zit ik. Weet je, waar heeft mijn gevoel nog niet in de steek? Waarom zeg ik. Misschien ietsje dichterbij. Bij dingen, zeg maar. Bij, hoe heet het?
De rest in de buurt, want ik weet dat daar in ieder geval de zoutvlakte zitten. Die echt, echt kale vlaktes. Daar in dat hoekje, dat hebben we immers al een keer gehad. Waarom zeg ik dit? Dat zeg ik, nou, nogmaals, ik ga het niet meer krijgen, dus ik kan het gewoon beter uitleggen zo. Als ik dit zie. Nou, dit zegt me niet Rusland. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Dit zegt me Rusland. Nou, dat zegt me voor verder zegt me dan nog helemaal niks. Niet typisch Rusland. Dus normaal gezegd zou ik zeggen van, we gaan hier naartoe. Maar, als we dan hier komen. Dit is iets waarvan ik zeg van, ja, maar dit is niet. Dit is Mongolisch. Zeker in combinatie met wat we hier hebben en het feit dat er Russisch bij zit. Nou denk ik niet dat dit Mongolië is. Want de keer dat we Mongolië gehad hebben, was het echt in de steden. Dus ik denk in combinatie met dit, het feit dat dit ook nog steeds Russisch is. Denk ik dat dit wellicht. Dus inderdaad, tegen de grens met Mongolië aan ligt. En ik denk niet dat het dan hier ligt, in de buurt van China. Maar wat ik zeg, die hebben we al een keer eerder gehad. En dat was die grote zandweg. Waarbij je. Hallo? Waarbij je op een gegeven moment niet verder kon. En dat was wel heel. Dat was echt wel een hele typisch herinnerbare dingen. Hoe ver zat het uit de buurt? 137 kilometer. Nee, dat vind ik een hele fijne afstand, zullen we maar zeggen. Nou, dan had ik hem gewoon wel moeten laten staan, want ik had hem volgens mij hier staan toen net. Nou ja, point. Dit is een van de betere rondes die ik gehad heb. Ik denk zeker met deze nogmaals, als je al eerder Geocaster gespeeld hebt en met name ook gewoon wel eens een paar van deze gehad hebt, dan weet je dat je hier niet moet gaan zitten voor deze. Wacht even, show high score. Want daar is het naar kijken. Zesdes voorlopig, nice. Maar goed, als je dus al eerder Mongolië gehad hebt. Het kan ook zijn dat het hier straks wel gewoon ook zand en zandwegen is hoor, dat ik het helemaal mis heb. Maar ik kan me herinneren dat van een keer dat we hier ook een paar keer gezeten hebben dat het echt zandwegen geweest zijn. En ja, nogmaals, deze doet. Oké, ik geef toe, dit is een mazzeltje. Dat is echt een. Het is ook wel enigszins een gok geweest, want als je hier dan kijkt, dan staat er ook wel Zermatt staat erbij, maar en louter Brunnen. Terwijl Schuur en Park Ila staan hier dan weer wel. Maar aan de andere kant, hier staan dan ook weer Locarno en Lugano. En dat is dan weer best wel Italiaans. Maar goed, ik heb een gok genomen gebaseerd op het feit wat ik zag staan. Een gokje, een goed gokje geweest, maar goed. Gebaseerd op alles wat ik gehad heb. Oh, dat was niet eens een heel slechte Russische deze keer. Dat was wel degene waar ik het slechts op gedaan heb, maar met Rusland kun je nou eenmaal niks anders verwachten. Maar goed, dat was hem weer voor vandaag. En dan zeg ik tot de volgende keer.